VV Bennekom TV wordt mede mogelijk gemaakt door Jillis Baggerman Makelaardij en Estate, Hypotheken en Verzekeringen. Erik Speelziek, we staan hier na een 1-0 nederlaag tegen Veen. Bennekom speelt denk ik een hele behoorlijke wedstrijd. Mist vlak voor tijd eigenlijk de kans op de 0-1. En dan laat Sjoerd Rensen denk ik... opnieuw een bal liggen, of vergis ik me erin? Nou ja, hij had misschien wat dieper kunnen staan. Hè, dat hij die bal had kunnen onderscheppen. Maar goed, zo'n beslissing moet je heel snel nemen. En dat pakt nu verkeerd uit voor ons. Hè, maar ik denk als je de hele wedstrijd bekijkt, dat gelijkspel was wel redelijk naar de verhoudingen, denk ik. Ik denk wij de eerste helft de beste mogelijkheden hadden. Zij de tweede helft eigenlijk wat meer de overhand. Hè, de wind was natuurlijk een bepalende factor. En, maar ja, het zuur is dat wij net de enorme kans op 1-0. Bram schiet hem overigens heel aardig binnen, maar die keeper pakt hem goed. Nou, de keeper heeft een geweldige reflex. Toch is het wel heel zuur om op deze manier met één punt minder dan voorzien naar Bennekom terug te keren. Ja, vreselijk. Ook omdat ik vond dat de ploeg de hele wedstrijd goede instelling heeft gehad. De eerste helft hebben we Veen, ook door de wind, konden ze natuurlijk goed op hun eigen helft houden. Het is goed voetbal in de ploeg, Gillesveen. We hadden ons daar ook wel aardig op ingesteld. De eerste helft konden we het voetballen goed mogelijk maken. De tweede helft was dat lastiger, ook door de wind. Hè. We kwamen zelf moeilijk aan het voetballen toe. Dus we hadden ook wat meer druk. Maar enorm zuur, enorme tegenslag ook. Uiteindelijk zit je in de afloop even in de kleedkamer. Ja, was iedereen behoorlijk aangeslagen, kan ik je zeggen. Ja, niet alleen in de kleedkamer natuurlijk. Hier op de tribune is er natuurlijk ook een grote teleurstelling. Toch heeft Bennekom vandaag denk ik als team wel een prima prestatie neergezet. Dat mag dan ook gezegd worden. Nou ja, qua instelling zeker. Wat dat betreft, de instelling waarmee iedereen speelde was prima. Ook van de invallers trouwens. En het was mooi dat Geuk weer terug was. Hè. Die brengt altijd goede beleving. Maar ik denk wat ik al zeg, in de eerste helft hadden we natuurlijk wel de kans om op 1-0 te komen. Hè. Dat is dan wel weer vervelend dat niet gebeurt. Want dan moet je in de tweede helft, weet je dat je de wind tegen krijgt, dat het lastig wordt. Maar ook daarin is de instelling heeft helemaal niet gelegen ook. Ik heb net tegen de jongens gezegd van weet je, het is nu heel zuur om dat te zeggen. Maar als je deze instelling en deze beleving en deze teamspirit blijft houden met elkaar, dan komt het goed. Dan hoef je helemaal niet te wanhopen. Los van het feit dat het wel een serieuze situatie is natuurlijk. Hè. Maar met het goede van vandaag, de instelling, de teamspirit, daar moet je weer mee verder. Ja, je had vandaag toch wat omzettingen gedaan. Wat had je gedaan en waarom? Ik was al een tijdje, vond ik dat we aan de linkerkant wat laks waren in het verdedigende aspect. Dus we hadden voor Marco gekozen aan die kant. Nou ja, Geuken die was beschikbaar. Die konden we daar naartoe, die konden we aan de rechterkant neerzetten. En verder wilden we Mo graag voorin spelen, laten spelen. Omdat Mo natuurlijk in staat is om iemand uit te spelen. En op de training laat hij ook voortdurend zien dat hij over scorend vermogen beschikt. Helaas komt het in de wedstrijd nog niet altijd uit, maar ook dat komt goed hoor. Dus dat is... dat is verder ook geen reden tot paniek of zo, maar wel dat je, we zitten in een serieuze situatie, dus we moeten alles aangrijpen om te kijken hoe dat het rendement wat omhoog gaat. Ja, je had Mark Bos op het middenveld. Reza is volgens mij pakt de gele kaart, volgende wedstrijd geschorst. Volgens mij nog niet. Maar Geert-Jan zou mij zo het lijstje overhandigen. Die heeft een lijstje bij de hand. Marco Verhooyen pakt ook een gele kaart. En dat zou ook een schorsing kunnen zijn. Ja, Mark speelt graag op middenveld ook. En die deed het ook prima trouwens, vond ik. Dus wat dat betreft, ik kon ook niemand zeggen dat iemand een onvoldoende haalde verder of zo. Dus dat is, dat is wel erg zuur. Volgende week DFS. Een echte degradatiewedstrijd dan. Ja, nou goed, eigenlijk alle acht wel hoor die we krijgen. Zo reëel moet je zijn. En we zitten in een heel lastige situatie. Daarom was het alleen een punt wel goed geweest voor de moraal als goede beloning. Hè. Want ik kan zeggen, Achillesveen is gewoon een goede ploeg die makkelijk kunnen voetballen. En als je daar wat wij vandaag hebben daar goed tegenkracht tegenover kunnen zetten. Maar helaas, hè, dat hoort blijkbaar bij de situatie waar je in zit. Ja. En dan maar volgende week zorgen dat we geen pech in de laatste minuut kunnen hebben. Nou ja, pech, en laten we het zo zeggen, we moeten niet de laatste minuut aan laten komen. Of het pech is,
Nou ja, dan moet je ook maar... daar twijfel je soms dan ook maar over. Het gebeurt iets te vaak natuurlijk. Nou, op naar volgende week en bedankt voor het interview. Ja.